Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag even een heel ander soort video, want de focus ligt helemaal op een soort resetdag. Deze video heet Wat focussen op jezelf echt betekent, maar dit kunnen natuurlijk 100 dingen zijn en voor iedereen werkt natuurlijk weer wat anders. Het lijkt mij leuk om dit soort video's regelmatig te gaan maken, maar deze video is eigenlijk een soort uitprobeersel om te kijken of jullie het überhaupt wel leuk vinden. In deze video neem ik jullie mee in een dagje waarin ik weer wat dingen op orde ga krijgen en extra tijd voor mezelf neem om weer op te kunnen laden. Ik merk dat ik de laatste tijd heel kritisch ben op mezelf, eigenlijk altijd wel, maar hierdoor praat ik mezelf naar beneden en dan kom ik weer in een negatieve spiraal. En dit zorgt ervoor dat ik heel veel normale dingen niet meer voor elkaar krijg of daar veel moeite mee heb. En voor mij is het gewoon heel goed om even gas terug te doen en wat dingen op orde te krijgen die ik al langer wilde doen of regelen en maar niet aan toe kwam. Laat gerust weten in de comments of je dit soort video's leuk vindt, ja of nee. Anders dan mag je het ook gewoon eerlijk zeggen natuurlijk. Ik ben een beetje zenuwachtig om deze video überhaupt te posten omdat het natuurlijk heel persoonlijk is. Maar ja, het lijkt me in ieder geval heel erg leuk om dit regelmatig te doen. En ik hoor graag van jullie wat jullie ervan vinden. Goedemorgen of avond of middag. Ik weet natuurlijk niet wanneer je kijkt. Vandaag ga ik een resetdag doen. Soms heb ik dat gewoon echt even nodig. Ik heb heel veel dingen laten liggen. De simpelste dingen kon ik niet doen omdat ik gewoon vol zat in mijn hoofd. Normaal zou ik dit natuurlijk niet filmen, maar ik wil meer met self-care dingen gaan doen. En dat was eigenlijk, toen ik begon met YouTube, mijn intentie om dat eigenlijk te gaan doen. Uiteindelijk ben ik boeken gaan doen, boekenvideo's gaan maken. Ik weet niet, dat is gewoon zo gegaan en dat vind ik ook echt mega leuk. Maar het lijkt me heel erg leuk om een beetje een mix te doen van self-care, boekenvideo's, vlogs en gewoon een beetje lifestyle. Ja, lijkt mij in ieder geval echt heel erg leuk, omdat ik zelf ook echt heel erg veel bezig ben met zelfontwikkeling en de beste versie van mezelf zijn. Hoe kan ik het meest gelukkig zijn? En gewoon eigenlijk allemaal van die levensvragen. Ik vind dat zelf super interessant. Ik lees er boeken over. Ik ben er echt heel veel mee bezig. En misschien doe ik dat ook wel omdat ik zelf soms best wel moeilijk ben in mijn hoofd. Als in, ik heb gewoon heel snel stress. Ik heb heel snel dat mijn hoofd vol zit. En misschien dat ik daarom er ook zo geïnteresseerd in ben. Omdat ik er zelf soms ook last van heb. En dan het fijn vind om dat in ieder geval zoveel mogelijk te verminderen voor mezelf. If that makes sense. Ik wil dus vandaag een resetdag doen. En ja, mijn kamer is echt bizar rommelig. Ik heb een hele kleine kamer voor de mensen die me al volgen. En een beetje weten dat ik eigenlijk altijd in mijn kamer zit. En eigenlijk alleen maar een bed in mijn kamer heb. En voor de rest niet veel beweegruimte heb. En dat kan soms zorgen voor veel rommel in mijn hoofd. En rommel in mijn kamer. Omdat ik gewoon ik kan mijn spullen gewoon niet kwijt. En ja, dat is gewoon echt heel irritant. Maar ik moet daarom gewoon eigenlijk echt goed uit gaan zoeken. Wat zijn nou spullen die ik moet houden? Wat zijn spullen die ik echt niet vaak gebruik? Want dan kan het naar zolder. En ja, dat wil ik dus vandaag gaan doen. Want het is nu gewoon rommelig. Omdat ik niet weet waar ik mijn spullen kwijt moet. Mijn was heb ik ook al super lang niet gedaan. Want dan denk ik, ja, ga ik mijn was doen. En dan past mijn kleding toch niet in mijn kast. Want daar is maar zoveel ruimte voor. Dus ja, ik ga echt een grote clean-up doen. Ik denk als ik dat even heb gedaan, dat er al een beetje meer ruimte in mijn hoofd vrijkomt. Omdat dat echt iets is waar ik tegenop kijk. Waar ik ook helemaal geen zin in heb. Dus ik heb tegen mezelf gezegd, ik begin de dag met het stomste. Het opruimen. Al die dingen. En dan heb ik wat meer rust in mijn hoofd. Dan ga ik lekker douchen. Dan ga ik uitgebreide routine doen. Ik ga een haarmasker doen. Dat doe ik echt nooit meer. Ik weet niet. Ik maak er eigenlijk nooit tijd voor. Ik ga weer een gezichtsmasker doen. Misschien ga ik even mijn wenkbrauwen verven. Gewoon even echt full clean. En gewoon lekker tijd voor mezelf. Muziekje aan. Dan ga ik journalen, denk ik. En misschien nog even meditatie doen. Dat doe ik ook veel te weinig. En ja, al is het maar een kwartiertje. Ik denk dat het wel gewoon lekker is. En ik denk tijdens het journalen dat ik ook een beetje iets wil gaan doen met manifesteren. Daar ben ik ook altijd wel veel mee bezig. Maar de laatste tijd heb ik dat ook een beetje verslonst. En ja, even kijken in mijn to-do-lijstje of ik iets nou mis. Ik moet sowieso mijn hond uitlaten. Dus misschien dat ik even naar het park ga in plaats van gewoon een normaal rondje doe. Ja, het is gewoon vooral een dag voor mezelf om alles weer op een rijtje te krijgen. Om gewoon rust in mijn hoofd te creëren. Je moet gewoon even een dag gewoon op een resetknop drukken. En even dingen doen die ik niet leuk vind. En daarna tijd voor mezelf. En het in mijn hoofd weer op een rijtje krijgen. Stel je kijkt dit en je hebt helemaal geen stress. En je denkt, meid, waar heb je het allemaal over? Dan is deze video alsnog gewoon leuk om lekker relaxed
een dagje voor jezelf te hebben. Misschien kan je lekker meedoen. Misschien moet je je kamer ook nog opruimen. Of je huis nog opruimen. Of de was nog doen. Misschien motiveert het je een beetje. Gewoon een dagje voor jezelf. Hoeft natuurlijk niet te zijn op het moment dat je het alleen maar nodig hebt. Een dagje voor jezelf is altijd goed. Ik heb echt totaal geen zin in het opruimen. Dus dat ga ik gewoon als eerst doen. Heb ik dat gehad. En ja, ik ga beginnen. Ik ga jullie even mijn kamer laten zien trouwens. Het is echt niet normaal een bende. Dus schrik niet. Ik ben begonnen met mijn dekbed overtrek in de was doen, zodat dat het weer lekker schoon is aan het einde van de dag. En ik ga nu even al mijn spullen uitzoeken, allemaal op mijn bed gooien. Ik ga gewoon al mijn kasten uitruimen, alles en alles opnieuw uitzoeken waar wat heen moet. En ja, dit wordt een flinke klus. En voor mij gaat het dus echt heel erg, als het chaos is in mijn kamer, is het ook chaos in mijn hoofd. En als ik me eenmaal mijn kamer helemaal heb uitgezocht, voel ik me ook echt beter en minder gestrest. En ja, dus dit is echt een goede stap om dit even te gaan doen. Het is even doorbijten, maar dan heb je ook wat. Het is alweer 2:15 en ik ben eindelijk klaar. In ieder geval zo goed als klaar. Ik zal even een room mini tour geven. Hier is mijn kapstok altijd. Ik heb heel veel dingen van mijn kapstok afgehaald en alleen de dingen opgehangen die ik echt vaak gebruik. Dus wat blazers, jasje en mijn tassen die ik ook wel gebruik. Hier ligt iets van de Primark, maar dat ga ik jullie zo laten zien. En daarna gaat het ook weg. Dus hier is het helemaal schoon en clean. Dan heb ik hier in deze mand mijn comfy kleding, dus mijn pyjama en dat soort dingen. En boven nog een kleedje, die gebruik ik altijd. En deze broek moet ik nog in laten nemen, dus heb ik even daar neergelegd dat ik dat niet vergeet te doen. En ik denk dat ik dit misschien
zo naar zolder doe. Dat ik iets meer ruimte heb. Ik weet nou niet hoe dit hier komt. Dan heb ik heel deze kast uitgeruimd. Ik heb hierboven mijn broeken. Hier mijn ondergoed en mijn dagelijkse spulletjes die ik altijd gebruik. Hier doe ik dan mijn ringetjes altijd in. Dit heb ik trouwens zelf gemaakt bij pottenbakken. Dat is zo'n aanrader om een keer te doen. Echt mega leuk. Ik ga binnenkort weer een keertje. En dan heb ik hier mijn sportkleding. En hieronder heb ik mijn truien en mijn t-shirts dan gedaan. Normaal had ik hier allemaal schriftjes en stationery. En nu heb ik gewoon extra ruimte gemaakt voor nog meer kleding. Want anders past het allemaal niet. Dan heb ik mijn beddengoed verschoond. En net even weer opgemaakt. Ik heb hier niet echt iets heel anders gedaan. Boeken liggen er gewoon die ik altijd lees in de avond. Dan heb ik hier nog ook een klein schattig hoekje met mijn edelstenen. Ik heb dit bakje ook zelf gemaakt. Bij het pottenbakken echt. Ja, helemaal blij mee. Superleuk. En mijn geliefde plantje. En dan heb ik hierboven nu dus even het helemaal nieuw ingedeeld. Want het was eerst helemaal anders. Ik heb even het snoertje hierachter gedaan. Dat ik nu niet gebruik. En anders hangt hij zo hier. Maar ik heb al mijn fictieboeken even uitgestald. En hier nog wat edelsteentjes omdat ik er zoveel heb. En anders even niet weten waar ik ze moet laten. Dus nou ja, dan ziet het er allemaal een beetje zo uit. Ik heb hier ook nog wat edelstenen. En mijn non-fictieboeken wist ik even niet waar ik die moest laten. Dus die heb ik hier dan even niet bij gedaan. Ik heb voor de rest onder mijn bed gestofzuigd, schoongemaakt. Ik heb alles schoongemaakt. Dus dat is echt super chill. En ik heb wel even wat meer ruimte gemaakt voor mijn spulletjes. Dus dat is wel heel fijn. Beetje donker, maar goed. En nu is het eindelijk tijd om te gaan douchen. En nee, ik ga eerst trouwens mijn hond nog even uitlaten. En daarna ga ik helemaal uitgebreid douchen. En daar heb ik heel erg zin in. En daarna ga ik, ik wilde eerst gaan journalen en dat wil ik nog soort van nog steeds gaan doen. Maar ik bedacht me opeens dat ik dit boek nog heb. Dit is Get Untamed. Ik heb het boek Untamed al gelezen en dit is Get Untamed. Dus dit is iets wat je dan helemaal zelf moet invullen. En dan heb je allemaal leuke quotes, maar ook echt dingen zoals hier die je dan zelf moet invullen. En het gaat echt over van alles en nog wat. Een vriendin van mij had dit. En ja, er zijn echt hele goede vragen in die je normaal jezelf niet stelt. Dus dat ga ik denk ik zo doen. En ik zal wat vragen met jullie delen en wat leuke quotes met jullie delen straks. Dus dat zien jullie zo allemaal. Ja, Get Untamed. Je hebt hem trouwens ook in het Nederlandstalig en ook de Untamed versie. Dat is echt een boek. Heb je ook in het Nederlands. Maar ik zou hem wel in het Engels aanraden. Vooral met ja, non-fictieboeken vind ik eigenlijk altijd dat Engels echt veel mooier en beter overkomt. Vooral voor quotes en dat soort dingen. Dus dat ga ik zo doen. En nu ga ik even mijn hond uitlaten en daarna douchen. I've been going to the places where we used to meet before. Cause lately I've been feeling so confused. Separate ways and never see you face to face, but in my dreams I'm always running back to you. So tell me why I'm tripping over lines, drunk between you and I. Zo, ik heb lekker mijn haarmasker ingehad, gedoucht, lekker uitgebreid. En ik ga nu heel even wat dingen laten zien die ik gisteren heb gekocht bij de Primark, wat zelf care essentials. Ik ging voor heel veel dingen, maar ze hadden niet alles helaas. Maar ik heb alsnog een paar dingen gekocht. Dus ik zal die eerder nog even laten zien voordat ik begin met journalen. Zoals, ik was op zoek naar sloffen. Dus ik heb deze hele leuke, schattige sloffjes gekocht. Ik hou ervan dat ze zo helemaal fluffy zijn. Aan de binnenkant zijn ze ook helemaal fluffy. En deze zijn volgens mij oorspronkelijk, goed zeg, 9 euro. Maar ze waren dus nu in een sale voor 5 euro. Dus dat vind ik al helemaal een leuk prijsje. Dan heb ik nog meer. Het lijkt echt alsof ik super veel heb gekocht door deze tas. Maar dat is helemaal niet zo. Ik heb ook nog van die fluffy sokken gekocht. Ik wilde dat heel graag. En ik vond deze echt heel schattig met hartjes. En die andere is helemaal roze met ook een hartje. Nou, dat vind ik altijd zo lekker zitten. En vooral in de winter. Ik ben echt een super erg koukleun. Dus I love it.
En dan zo'n ding voor onder de douche. Als je shampoo gaat doen. Een massage. Hoofdhuidmassage ding. Ik weet niet hoe je dat noemt. Maar ze zeggen dat het dus heel goed is voor je hoofdhuid. Waardoor je haar beter groeit of sneller groeit. Iets in die trant gezonder is. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik wil het best wel graag uitproberen. Ik had het eigenlijk net moeten uitproberen toen ik ging douchen. Maar ben ik weer vergeten. En dan, eigenlijk tot slot, dat was het alweer. Heb ik zo'n headband gekocht. Voor als ik een masker op ga doen. Dat vind ik altijd heel irritant. Dan wordt altijd helemaal haar vies. Dus ik dacht even zo'n band. Dus dat heb ik ook nog gekocht. Misschien heb ik je vanavond even gelijk gaan uitproberen. Nou, dat was het eigenlijk. Helaas hadden ze niet echt heel veel. En dan is het nu lekker tijd om te gaan journalen. En in eerste instantie wilde ik eigenlijk zelf gaan journalen. Dus gewoon een leeg schriftje. En gewoon opschrijven wat ik voel. Opschrijven waar ik mee zit. Dat soort dingen. Maar daar wil ik eigenlijk een aparte video over gaan maken. Dat lijkt me heel erg leuk. Omdat ik dat wel vaker doe. Ik doe het de laatste tijd helaas niet meer zo heel vaak. Even een theetje erbij. Ik denk dat het heel goed is om regelmatig te journalen. Alleen ik wil vandaag toch nog even wat anders doen. Want ik heb al zo heel lang een boek liggen die ik nog steeds niet heb gebruikt. Want ik wacht elke keer totdat het... Ja, dat klinkt heel stom. Tot het wat minder goed gaat. En dat ik dan dat boek nodig heb. Maar... Ja, dat is eigenlijk een beetje bullshit. Maar nu gaat het wel iets minder. Als in, ik heb wel echt bepaalde stressdingen. En dingen waar ik mee zit. Dus het is nu wel tijd om dit boek te gaan invullen. Dat kan natuurlijk niet in één avond. Daar ben je echt wel even mee bezig. Maar dat is Get Untamed. Ik heb Untamed zelf gelezen. Dat is een boek vol met quotes en inspirerende teksten. En zelfliefde. En nou ja, je moet het maar lezen. Ik vind het echt wel een tof boek. En Get Untamed is dus de journal. En dat is deel 2. En dan moet je allemaal zelf vragen invullen. En er staat dus ook op de voorkant How to Quit Pleasing and Start Living. Nou, dus ik ben heel erg benieuwd hiernaar. Er staan ook wat tekstjes in. Dus echt dat zij over haar leven weer vertelt. Zoals in Untamed. Kijk, zoals hier. De intro is helemaal tekst. Maar voornamelijk zijn het gewoon allemaal quotes met vragen. En echt veel vragen waar je zelf eigenlijk niet over na zou denken om te beantwoorden. En volgens mij zitten er ook vragen in zoals... Wat voor mensen kan jij jaloers zijn en waarom ben je dan jaloers? En op die manier kom je er dus heel erg achter waar je naar verlangt in het leven. En wat je dus niet doet. Of nou ja, vaak als je jaloers bent op iemand is het vaak iets wat je zelf ook zou willen. En nou ja, gewoon dat soort vragen zitten erin. Dus ja, gewoon echt van die hele goede vragen. En ik heb echt super veel zin om dit in te gaan vullen. En het aparte journalen doe ik dus ook wel eens. En ik heb echt wel vragen. Stel ik ze niet lekker in mijn vel, wat ik mezelf zou vragen. Ik denk dat het heel goed is als je even wat minder zit. Of als je eventjes het niet meer op een rijtje hebt. Dat je ook even opschrijft, waar word ik nou gelukkig van. Dat je jezelf gewoon verplicht om bijvoorbeeld 30 dingen op te noemen waar jij blij van wordt. Ik heb dit zelf gedaan, samen met een vriendin ook. En... In het begin denk je, oh, ik kan echt geen 30 dingen opnoemen waar ik gelukkig van word. Of waar ik blij van word. Of... Maar uiteindelijk, als je eenmaal begint... Ik had uiteindelijk dat ik echt meer dan 30 dingen had waar ik blij van werd. Alleen, je denkt er nooit echt heel erg bewust over na. En soms is het best wel goed om over na te denken, waar word ik nou eigenlijk blij van? Zodat je dat of meer kan doen. Maar ook gewoon dat het goed is dat je er bewust van bent. Maar het is ook juist goed om dingen op te schrijven waar je op dit moment niet gelukkig van wordt. Of waar je op dit moment stress door ervaart. Ja, gewoon dat soort vragen zijn altijd echt heel erg goed om aan jezelf te stellen. Ik denk dat het sowieso echt heel goed is om regelmatig vragen aan jezelf te stellen. Ik denk dat heel veel mensen dat niet doen. Ik doe het ook echt te weinig. Maar ik merk wel dat als ik dat eenmaal weer ga doen, dat dat echt helpt. Dat ik daar echt wel dingen uithaal en toch dieper ga nadenken over de dingen waarmee ik zit. En toch meer achter dingen kom waar ik misschien dan niet zelf over na zou denken. Dus ik denk dat ik heel even dit boek in ga vullen. En misschien dat ik nog even apart ga journalen voor mezelf. Want dan kan ik misschien jullie ook een beetje laten zien hoe ik dat normaal doe. Maar ik wil er ook nog binnenkort een video over gaan maken. Dus het kan ook zijn dat ik het dan allemaal daarin verwerk. Dus ik ga beginnen met het boek. Ik zal ook wat leuke dingen van de binnenkant aan jullie laten zien. Ik ga denk ik ook even lekker een wierookje aansteken en een kaarsje aan. En dan ga ik lekker beginnen. Mijn thee is nog echt heel erg warm, dus die kan ik zo ook nog lekker gaan drinken. En ik ben er helemaal klaar voor. Ik gebruik hier trouwens deze pennetjes voor. Die heb ik al een keer eerder volgens mij in mijn allereerste video laten zien. En die zien er zo uit. Ik wil even zo als een YouTuber doen. Super schattig zit eruit. Maar wat heel erg handig is. Dit is zwart trouwens en dit is een roze kleur. Is dat je... Het is gewoon een zwarte pen eigenlijk. En je kan het ook uitgummen met het achterste
rondje. Dus als je een foutje maakt, kan je het ook weer uitgummen. Wat ik heel fijn vind, vooral met journalen. Want soms maak je een foutje en dan... Ik ben best wel autistisch daarin, dat ik dan het gelijk niet meer mooi vind. En dan wil ik gelijk weer stoppen. En ik heb dan markers gepakt voor het geval dat ik een quote heel mooi vind. Of bepaalde teksten belangrijk vind. En dan ga ik ze gewoon even markeren. Dus dat. En ja, ik denk dat dat alles is wat ik nodig heb. En ik ga even gelijk deze comfy sokken aandoen. Lekker comfy. Nou, enig. Sitting in my room, just strumming my guitar, just trying to be a star, just trying to listen to my mood and write a couple bars about the feelings in my heart. Er zaten echt super fijne vragen in het boekje. Hier een voorbeeldvraag. En ja, ik zou het echt zeker aanraden. Maar op jezelf journalen is natuurlijk ook heel erg fijn. Ik ging vanavond ook nog even de was doen. Ophangen. Dat moet natuurlijk ook gebeuren. En ik ging daarna nog heel even met mijn vriend facetimen. Ik zei dat ik even gedag moest zeggen. Want ik moet echt door met mijn avond. En anders zit ik veel te lang helemaal niks te doen. Dus ja, dat is de rest van mijn avond geweest. Ik ga nu een boek lezen, Dance of Thieves. Ik weet niet of jullie het kennen, ja, het is een heel bekend fantasy boek, maar ik lees zelf geen fantasy. Maar voor een video ga ik dat dus lezen een week lang. Dat is de volgende video trouwens die online komt, dan ga ik een week lang fantasy lezen. Tot nu toe vind ik het echt een lekkere dag. Ik vind het super fijn dat mijn kamer gewoon helemaal opgeruimd is, maar ook gewoon niet dat het er opgeruimd uitziet, maar dat het ook echt opgeruimd is. Dat alles is uitgezocht, alles is gesorteerd, alles schoon is, alles ruikt fris. Ik vind het heerlijk. Dus dat is echt al gelijk iets wat me rust geeft. Ik ga nu dus nog even lezen, omdat ik gewoon lezen super fijn vind als ik me iets minder voel. Maar ook gewoon om tot rust te komen. Om eventjes tijd voor mezelf te nemen. En even uit de realiteit te stappen of zo. Even in iemand anders leven te duiken. En daarom hou ik dus gewoon heel erg van fictieboeken. Omdat je daarmee gewoon echt even niet in je eigen wereld bent. En daarom raad ik gewoon heel veel mensen lezen aan. Ik ga ervan uit dat als je deze video kijkt dat je van lezen houdt. Omdat bijna heel mijn YouTube natuurlijk lezen is. Maar zo niet. Ik dacht ook dat ik lezen niet leuk vond. Ik dacht het echt heel mijn leven lang zelfs. Ik heb ook nooit een fase gehad in mijn kindertijd dat ik het wel leuk heb gevonden. Ik heb het gewoon nooit leuk gevonden. En echt pas sinds vorig jaar januari, dus ja, al een jaar geleden, ben ik pas gaan lezen. En ik begon met non-fictieboeken. En nu denk ik echt, oh my god. Want dat is echt niks meer voor mij. Het heeft toen echt een paar maanden geduurd voordat ik überhaupt een fictieboek ging lezen. En toen vond ik het heel erg leuk. Maar het was niet dat ik echt helemaal addicted was. Ik weet niet wat het is, maar na een tijdje rol je er gewoon steeds meer in. En word je er echt gelukkig van om naar boekenwinkels te gaan. En nieuwe boeken te kopen. En alleen de geur van boeken maakt je al blij. Hoe meer boeken ik lees, hoe leuker ik het vind worden. En hoe enthousiaster ik word ervan. En de app Goodreads helpt mij ook echt heel erg. Ik weet niet, Goodreads maakt het gewoon nog leuker. Eerlijk, vind ik echt. Goodreads is gewoon echt de perfecte app. Dus ja, als je nog niet van lezen houdt, het kan nog komen. Dus ik ga nu even tot rust komen en lekker lezen. Ik ga dus nu een maskertje opdoen. En ik ging dus heel even deze haarband uitproberen die ik had gekocht bij de Primark. En ik heb zo gelachen met dit editen. Ik heb echt gewoon gejankt van het lachen. Omdat ik zoveel grappige content had. Ik heb gewoon echt wel 10 minuten geprobeerd om het er leuk uit te laten zien. Maar het is gewoon niet leuk. Dus ik heb gewoon maar even een normale staart ingedaan. En ik ga lekker gezichtsmasker doen en zo mediteren. En daar sluit ik eigenlijk mijn avond mee af. When I kissed your face. En ik ging nog wel even mediteren. Ik heb deze 10 minuten meditatie gedaan. En ik mediteer eigenlijk echt nooit. Ik maak er eigenlijk nooit tijd voor. Maar ik vond het echt heel erg chill. Dus ik zou het echt vaak moeten doen. Maar dat zeg ik eigenlijk altijd. Maar wel echt een aanrader voor het slapen. En ik ging toen gelijk mijn skincare doen. Ik gebruik niet heel erg veel producten. Alleen maar nachtcreme en serum.
En ja, dan wil ik eigenlijk gelijk dit moment pakken om jullie te bedanken voor het kijken. En dit was echt even een uitprobeersel, dus ik heb het niet heel erg uitgebreid gedaan. En gewoon puur even om te kijken wat jullie ervan vinden. Super bedankt voor het kijken. Ik vond het wel heel erg leuk om op te nemen. En volgende week weer gewoon een boekenvideo. En er komen snel ook vlogs en andere soort video's. Dus als je mijn kanaal leuk vond of deze video leuk vindt, zou ik het heel erg leuk vinden als je abonneert op mijn kanaal. En ja, heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie volgende week in een nieuwe video. Lose control.